Herman, kom van de wc. Goedemorgen, goede vrienden vliegvissers. Welkom op alweer de 12e Fly Fair. Een fair die ooit in de wazig 1985 startte. Wat fijn trouwens dat u er allemaal bent. We begonnen anderhalf jaar geleden met het organiseren van dit festijn. En afgelopen dinsdag om 6 uur begonnen we met de opbouw van wat u hier ziet. Vandaag staan we hier allemaal met zere voeten. Maar het was het waard, denk ik. We begonnen ooit, in 1985, met één forse tent en kijk eens wat er nu staat. En op wat voor een ongelooflijk schitterende plek. Fly Fair is groter en meer internationaler geworden dan ooit. Dat zult u vandaag ongetwijfeld zien. Over enige tijd gaat de officiële deur open. Maar ik wil u toch eerst even het Fly Fair team voorstellen. Onze... Waar is die? Herman! Moet je nou weer slaan? Kutjo. Onze eigen Fly Fair fietsenmaker Herman Wissink. Ons financiële expert Ramon Bressers. De beste grafisch vormgever van Nederland, Hippo Anders. En natuurlijk ons eigen beest, beter bekend als de caveman, Rini Sluiter. We delen het allemaal pro deo en we delen het allemaal voor u. Laat ik in deze vooral de eigenaar van deze schitterende plek niet vergeten. Carla en Jacques van der Meer. Daar komt Jacques naar dan. Applaus voor Jacques. En ik dank in deze ook onze fantastische webmaster Rob Land. Ik dank vanaf deze plek vooral de vele tientallen vrijwillige medewerkers die hier de hele week hebben gewerkt en ook dit weekend weer lopen te buffelen om het voor u gezellig te maken. Ik dank en die ons door dik en deun steunden. En ook onze goede vriend Willem Hofman, die ook alles weer zo omroepen dit weekend. U mag daarvoor best nog even klappen, vooral voor onze medewerker. Oké, genoeg bedankt nu. Straks zal de fair officieel worden geopend door de bekende Ierse vliegvisser Alice Comba. Die staat hier voor me. Die had op elegante wijze op het mooie plankier gezet. Alleen hebben we een klein probleem. Hoor ik net. Onze speciale gast, onze guest of honor, de beroemde vliegvisser van Spaanse Komaf, is helaas enigszins vertraagd. Dus we zullen heel even moeten wachten tot hij er is. We gaan een beetje van huilen vanaf vandaag. Ja. Hoeveel is heel even? Hoeveel uur moet ik wachten? Hoe lang is heel even? Hij zit in de asmolen. René, ik heb natuurlijk een Wordt u vooral niet zenuwachtig? Ik heb me laten vertellen dat hij onderweg is. Ik weet niet van welke kant hij kan komen. Maar het is een hele bekende man. En hij, hij is speciaal hier voor naartoe gekomen om voor die opening mee te maken. En, ja, ik weet eigenlijk niet. Hij maakt prachtige witte streamers, hè? Ja, ja, van zijn baard zeker. Hè? Van zijn baard zeker. Nee, niet van zijn baard. Sinterklaas. Wie? Sinterklaas. Sinterklaas uit Spanje. Ja, dan moet je namelijk over. Johanna vertelt me net dat hij echt onderweg is nu. Hij komt eraan, dus het is even wachten nog. We kunnen alvast wel een liedje zingen misschien. Ja. De backpiper kan ook alvast... De stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ah, jij ziet hem helemaal zien. Waarom ook gelijk? Ja, het moet nu toch bed. Jullie mogen vanavond ook allemaal je schoentje zetten trouwens. Hoe ver is hij, Job? Oh,
Even nog 300 meter ver weg, heb ik me laten zeggen. Ik denk dat hij wacht op de tweede doedelzak. Wat zegt ze? Nog 175 meter. Nog 150 meter. Nog 152 meter. Are you nervous, Alice? I knew. But the guy who is coming down will comfort you, don't you worry. The guy who is coming down will comfort you. You may put your shoe before the stove tonight as well.